al, we gaan deze maand lekker griezelen bij Nickelodeon, want we vieren Halloween. De feestdag waarbij heksen en vampieren en weerwolven eventjes echt bestaan en waarbij je natuurlijk superveel snoep mag eten. Hoeveel weet jij eigenlijk van deze griezels en monsters? Nou, we komen er snel genoeg achter met deze Nickelodeon Halloween Quiz. Dus pak snel je pennen en papier erbij en kijk mee met de mysterieuze avonturen van jouw favoriete Nickelodeon vrienden. Ook is er weer een mysterieus woord te vinden in deze quiz, dus let goed op. Oké, op naar vraag 1. Vraag 1. Kijk even mee naar dit plaatje. We zien hier Carlos uit Big Time Rush, maar in welk monster is hij hier nou veranderd? Is dat in Bigfoot, in Frankenstein of in de tovenaar van Oz? Laten we eens even kijken naar het juiste antwoord. Ik weet zeker dat ik geen idee heb. Daarom is Frank en Carlos hier om hem te testen. Oké, Frank en Carlos, het is tijd om in het mooie speelhuis te spelen. Pak de borstlollies, Frank en Carlos. Pak ze! Was dat? Nee! Ja, Frankenstein natuurlijk. Wel had hij een speciale naam voor zichzelf verzonnen, namelijk Franken Carlos. Max Dunderman, de weerwolf. Wist je dat weerwolven en andere enge monsters eigenlijk helemaal niet bestaan? Maar als je een film kijkt, dan zie je ze toch vaak. En dat doen filmmakers met behulp van make-up, kleding, maskers en pruiken. Zo worden acteurs helemaal omgetoverd tot de engste griezels en monsters. En dit wordt gedaan door een grimeur. Max uit de Thundermans is bijvoorbeeld wel eens veranderd in een weerwolf. Kijk maar eens mee. Vraag 2. We gaan even luisteren naar een fragment. Wat hoor je hier? Ja, is dat een groep vleermuizen, een groep sprinkhanen of een heksenlach? Ja, het juiste antwoord is een heksenlach. De ouders van Nicky, Ricky, Dicky en Dan waren allebei verkleed als heksen. Maar ja, wat doe je dan als je per ongeluk allebei hetzelfde kostuum aan hebt? Ja, dan hou je natuurlijk een wedstrijdje wie de beste gemene heksenlach kan nadoen. Moet je zien. Tom, toen we afspraken als heks en tovenaar te gaan, dacht ik dat het duidelijk was wie de heks zou zijn. Sorry, Anne. Maar als je nog een kakelwedstrijd wilt, begin maar! Hoe goed kan jij een heksenlach nadoen? Die van mij gaat zo. Zo dus. Oud en nieuw? Wist je dat Halloween bij de Kelten eigenlijk oud en nieuw was? Ja, de Kelten die vierden het begin van het nieuwe jaar tegelijk met het begin van de winter. Ze vierden oud en nieuw dus niet op 1 januari, maar op 1 november. Zouden ze dan ook vuurwerk afsteken? Vraag 3. Oké, wow, er gebeuren wel hele rare dingen hier. Goed, waar was ik? Ja, de vraag. Komt-ie. Welke oranje groente wordt er altijd versierd met Halloween? Is dat een pompoen, een zoete aardappel of een wortel? Ja. Dit was natuurlijk een makkie. Het antwoord is een pompoen. Louis uit de Hathaways, een geestige familie, die denkt dat hij zichzelf omtovert naar een vampier. Maar ja, eigenlijk verandert hij in een pompoen. En dan denkt hij ook nog eens dat hij kan vliegen. Nou, als dat maar goed gaat. Die mensen maken helemaal geen schijn van kans tegen mijn vampiervleermuis. Let op.
Louis. Kijk en huiver hoe ik door de lucht zweef met mijn ijzingwekkende vleugels. Louis, je bent geen vleermuis. Je kan niet. Enge gezichten. Wist je dat het uitsnijden van pompoenen al een hele oude traditie is? En die enge gezichten, die zitten er niet voor niets in. Vroeger zetten mensen namelijk die pompoengezichten bij de voordeur om enge geesten en griezels af te schrikken en weg te jagen. Maar tegenwoordig is het uitsnijden van die gezichten gewoon superleuk om te doen en bovendien ook echt een kunst. Kijk maar eens mee naar dit filmpje. Even mee naar het volgende filmpje van Dawn en Mac. Hoi. Hoi. Waar is je kostuum? Oké. Ja, Dawn en Mac die zijn samen op een Halloweenfeest. Maar er is één ding waar Dawn niet zo goed in is. Wat is dat? Is dat zingen, zoenen of dansen? Laten we eens gauw kijken naar het juiste antwoord. Ja, dat klopt mensen. Dit ben ik die danst. Ja, het antwoord is dus dansen. Had jij hem goed? De zombiedans. Wist je dat zombies elk jaar over de hele wereld samenkomen om tijdens Halloween te dansen? Nee, geen echte zombies natuurlijk, maar mensen verkleed als zombie. Zij leren dan de bekende danspasjes uit de videoclip Thriller van Michael Jackson. Mexico houdt het wereldrecord met maar liefst 13.000 mensen. Kijk maar eens mee. Vraag 5. Welke kenmerken horen er nou echt bij vampiers? Is dat? Ze staan in een weiland, ze zijn van stro en ze hebben een wortel als neus. Of is het? Ze veranderen in een vleermuis, ze staan niet op foto's en ze drinken bloed. Of is het? Ze hebben puntige oren, ze zijn harig en ze hebben hele scherpe tanden. Phoebe en Sherry uit de Thunderbirds die kwamen er op deze manier achter dat Max een vampier was. Kijk maar eens mee. Wacht eens, mag ik die selfie van net eens zien? Vampiers staan niet op foto's. Hij staat er niet op. Er is vast een perfecte verklaring voor deze hele toestand. De verklaring is, hij is een vampier. Wegwijs hier, stelletjes. Oké. Slaap lekker, Max. Wat doen jullie in mijn lab? Oh. We waren gewoon benieuwd of je een vampier bent. Ja, dus alsjeblieft niet bijten. Ja, vampieren staan dus niet op foto's. Het juiste antwoord was dus, ze veranderen in vleermuizen. Ze staan niet op foto's en ze drinken bloed. Bloed drinken? Wist je dat er vleermuizen zijn die echt bloed drinken? Maar als je een vleermuis voorbij ziet vliegen, dan hoef je niet gelijk onder je bed te kruipen. Want zij drinken geen mensenbloed, maar bloed van vogels en koeien. Van alle soorten, en dat zijn er veel, zijn er maar 3 die bloed drinken. En je vindt ze in Zuid-Amerika en gelukkig dus niet hier in Nederland. Oeh.
Vraag 6. Waar ben ik naar op zoek? Ik geef je een tip. Ze zijn eigenlijk dood. En in de Big Time Rush Halloween special was Logan veranderd in deze griezel. Heb ik het over een zombie, een zombij of een zombeer? Eens even kijken. Een plek waar zombies je liever groeten dan van je snoepen. Gitaar, dude! High five! Oh, sorry, Logan. Zombie dude. Nou, geef dan maar hier die arm. Ja, het juiste antwoord is natuurlijk een zombie. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze quiz. Heb jij ook zo lekker lopen griezelen en kan je daar nou geen genoeg van krijgen? Nou, abonneer je dan snel even op dit kanaal en like alle video's. Ik ben super benieuwd of jij alle antwoorden goed hebt. Dus tag Nickelodeon even op Instagram en laat het mij vooral even weten. Volgende week ben ik weer terug met een gloednieuwe Halloween quiz. Ben je er dan ook weer bij? Gezellig? Aanstaande zaterdag zie je de griezelige film Leugens hebben scherpe tanden. Heel veel kijkplezier en tot gauw!